En de start is gevallen. In één keer goed. En de deelnemers zijn ook bijna allemaal goed van start. Niet allemaal, want we zien dat daar een galoppade maakt. En dan moet ik even kijken wie dat precies is. Volgens mij is dat Giant Starlake. We gaan de eerste meters door en het is Ibsen Boko die leidt. Ibsen Boko heeft een lengtevoorsprong genomen op Gabor Reis. In derde stelling Doc Holiday. Vierde aan de binnenzijde Esperanzo Depot. Vijfde aan de buitenzijde Texan de la Vallée. Houdt u er rekening mee dat er een paard kan zijn uitgeschakeld. We gaan de bocht door op weg naar de overzijde van de baan. Ibsen Boko is de leider. Ibsen Boko heeft het commando. En heeft een lengtevoorsprong genomen op Gabor Reis op de tweede plaats. Daarachter volgt in derde positie dan het nummer 7 Doc Holiday. Zo gaan we over de mount en alle paarden gaan daar correct overheen. Met verderweg in het veld dan Esperanzo Depot. Dan volgt Heli Vrede Best. Daarachter is het dan niemand minder dan Broer van Bremen. Die geflankeerd wordt door Hulk Vrijenesse. En aan de start van het veld hebben we Bikini de Larcy met Eyegloss. De paarden zijn dan langs het lijntje van Jochems en het is Ibsen Boko die thans het commando heeft. Nummer 5 Ibsen Boko leidt met een lengte voorsprong. De tweede plaats is dan voor Gabor Reis en zo gaan we dan af op de laatste bocht. Daarachter volgt Texan de la Vallée nu in derde stelling naast Gabor Reis. Een zeer compacte cluster gaat richting laatste bocht. Aan de binnenkant ligt Doc Holiday helemaal in de snoeker. Aan de buitenzijde is het Bikini de Larcy met dichterbij Heli Vredebest dan Hulk Vrijenesse. En die wordt gevolgd door Esperanzo Depot. En daar zien we aan de buitenzijde de opmars komen van Bikini de Larcy. Bikini de Larcy die is op weg naar de voorste gelederen. Maar vooralsnog heeft Jimmy Snyder het commando met zijn Ibsen Boko. En die brengt ze zo dadelijk de laatste rechte lijn in. Ibsen Boko met een volle lengte voorsprong. De tweede plaats is voor Gabor Reis. Zo zijn we in de laatste rechte lijn. Aan de buitenzijde komt Bikini de Larcy naar voren die thans wegspringt en eruit ligt. Daar maakt nu plaats voor Doc Holiday die prominent komt opzetten. En we gaan de laatste 350 meter in. Het is aan de binnenkant Ibsen Boko, aan de buitenzijde Doc Holiday. En Doc Holiday neemt met verbluffend gemak de leiding over galoppade voor Ibsen Boko. We gaan de laatste meters in en Doc Holiday, Bo Sprengers kijkt eens even achterom. En ziet dat ze weinig te vrezen heeft, want Hulk Vrijenesse kwam ook uit het pak. Maar die moet genoegen nemen met de tweede plaats. Out of the clouds komt nog Heli Vredebest. Dat is voor een derde plaats, maar dit is voor Doc Holiday. En natuurlijk Bo Sprengers op de tweede plaats. Daarachter volgt Jaap van Rijn met Hulk Vrijenesse en Heli Vredebest. En Barry te Pas die finish als derde. Vijf was de uit volgens mij.